De kogel is door de kerk. FC Den Bosch heeft een nieuwe trainer en dat is Jan Poortvliet geworden. En uiteraard hadden we met hem een interview en ook met de directeur Fred van der Hoorn. Jan Poortvliet wordt de nieuwe trainer van FC Den Bosch. Jan, hoe voelt dat? Terug op het oude nest? Nou ja, voor dit moment als een bevrijding en terug op het oude nest is gewoon heeft gewoon een goed gevoel. Goed gevoel bedoel. De Bosch heeft altijd getrokken. Ik heb natuurlijk een paar keer dat ik wegging bij een club. Dat ik dacht van nou laat ze maar bellen. Dat heb ik wel een paar keer gehad. Ik had het nu niet verwacht. En nu belden ze. Dus dat is wel mooi. Ja. Ben je al lang bezig met FC Den Bosch? Nou, we zijn al een poosje bij. Zo'n moment dat Fonsje het bekendgemaakt heeft. En dan zijn er 4 kandidaten uit voortgekomen. En vanaf die tijd zit ik erbij. En dat is toch al een x-aantal weken hoor. Dus, of maanden misschien wel. Dus we hebben behoorlijk wat gesprekjes gehad. Goede gesprekken, mooie gesprekken. En uiteindelijk is dit eruit gekomen. Daar ben ik blij mee. Nou goed, de eerste keuze was natuurlijk verlengen van Fons Groenendijk. Toen we wisten dat dat niet kon en niet ging lukken, dan ga je een profielschets maken. Dan ga je namen bijzetten en dan ga je plussen en minnen bij iedere naam zetten. Ga je gesprekken aan. Dat doe ik niet alleen, dat doen meerdere binnen onze organisatie. Gesprekken aan met Jan. Dan ga je een beetje navraag doen links en rechts waar hij de afgelopen jaren gewerkt heeft. En dan is eigenlijk eensluidend, was het positief. Spelers die met hem gewerkt hebben, mensen die met hem gewerkt hebben, oud-spelers die met hem gewerkt hebben. Ik heb zelf nog als speler met hem gewerkt. Hij is gewoon een voetbalman, puur sang. Een houdt van training geven. Het wordt een driemanschap, hè. Niet alleen Jan Poortvliet is belangrijk, ook Arnold Scholt en Jan van Grinsven zijn daarin belangrijk. En zoals ik al zei, hij past in het plaatje en dan moet je dat doen. Nou kent iedereen Jan Poortvliet, want in het 2001-2002, zeg ik goed, was je hier al, Jan. Aanvallend voetbal? Ja, in principe wel. Dus, ik heb het altijd gedaan, alleen ik voelde me vrijdag heel schuldig. Hè, natuurlijk, want we hebben geen moment aangevallen. Het zag er heel slordig uit, het zag er heel slecht uit. Dus het doet pijn natuurlijk. Hè. Dus in principe, in je hart wil je aanvallen. We zijn er op dit moment niet aan toe, we kunnen niet. Maar in principe, met elke ploeg waar ik ook getraind heb, hebben we alleen maar aanvallend gespeeld. En altijd vrij goede resultaten gehad. Ook in het verleden met Telstra een keer. En vrij goede resultaten gehad. Tot ook op de rand gestaan van het promoveren. En uiteindelijk, daar doe je het eigenlijk allemaal voor. Ja. En die promotie die heb je bij FC Den Bosch gehaald, hè? Ja, dat was het mooiste natuurlijk van alles. Hè. We hebben met Eindhoven nog een keer dichtbij gestaan. Met Telstra zelfs een keer dichtbij gestaan. Met Helmond wat verder af. Maar kijk, promoveren is natuurlijk het allermooiste wat je kan doen. En dat was een heerlijk jaar. En natuurlijk een heleboel jongens in die er nu nog rondlopen. Dus wat dat betreft is het wel mooi. En dus we hadden een ploeg, van het weet je zelf nog wel, waar de 9 spelers van weg moesten. En uiteindelijk op het eind hebben we toch de titel gehaald. Al 5 wedstrijden voor tijd. Hè. Dus wat dat betreft is dat mooi. Is een mooie herinnering. En als je daarnaar kijkt, dan smaken herinneringen altijd nog meer. Hè. Nou zeggen ze vaak, je moet nooit geen trainer terughalen die al eerder is geweest. Wij doen dat toch. Kijk, ik denk als je onze club 12 jaar geleden zou of nu, is een totaal andere club. Hè. We zijn zelfs naar het trainingscomplex moeten gaan om daar de nieuwe opstallen te tonen. Het is een totaal andere vereniging. We zijn zelfs een NV geworden, dus alles is anders. En na 10, 12 jaar denk ik dat het wel tijd was dat Jan hier weer terug als trainer zou kunnen komen. Je zegt toen gingen er een aantal spelers weg. Die situatie doet zich nu eigenlijk ook weer voor. Hè? Want de vertrek aan een aantal spelers, dat staat al vast. Er wordt nog getrokken aan spelers, staat ook vast. Moet je weer helemaal opnieuw beginnen? Nee, dat denk ik niet. Hè? Ik denk dat er een behoorlijke kern blijft. Maar je ontkomt er niet aan als je behoorlijk presteert dat er aan spelers getrokken wordt. Kijk, mensen zijn niet blind en die kijken naar gemotiveerde voetballers. Die willen ze overal hebben. Dus ze zullen enkele spelers proberen te halen. Dat kan je toch niet tegenhouden. Maar goed, dan volg je Den Bosch altijd wel natuurlijk. En dan moet ik eerlijk zeggen, Den Bosch heeft altijd wel een goede selectie. Of altijd wel goede vervangers weer. Dus dat kun je rustig aan de heer overlaten. Ik moet eerlijk zeggen dat dat al elke jaar mij verbaast. Hè? Dat je ook wel eens over problemen leest. Maar uiteindelijk hebben ze altijd een goede selectie. Dus dat kun je wel overlaten. Wat hebben jullie met Jan afgesproken? Wat is zijn doelstelling? Nou goed, we gaan eerst kijken hoe het elftal er komend jaar uitziet. Op het moment ziet het er al redelijk uit. Dus we zijn al vrij positief. En we proberen ieder jaar stapjes te maken. We zijn enorm ambitieus en we hopen nog hoger. Maar dat is ook afhankelijk natuurlijk van hoe die spelersgroep eruit ziet. Want dat staat het allerbelangrijkste in mijn zinziens. Waar ligt de uitdaging voor jou bij FC Den Bosch? Ja, de uitdaging ligt altijd in je dromen. Dat is, als je voetbalt, dan wil je één ding. Winnen en zo hoog mogelijk eindigen. En nu eindigen ze al vrij hoog. Hè?
maar vierde, misschien derde. Maar goed, er is maar één ding wat meer is. Hè. En dat is op een eerste plaats. En dat is natuurlijk een beetje raar om zo'n doelstelling naar buiten te brengen. Maar ik vind, als je trainer bent of je voetbalt, dan moet er maar één ding zijn, willen promoveren. En ja, dat heb ik ook bij Telstra wel eens geroepen. Maar goed, het is niet realistisch natuurlijk. Hè. Maar bij Den Bosch is dat een stuk realistischer, toch? Omdat je, als je nou de jaren pakt, heeft Den Bosch altijd wel een rol gespeeld. Zo bij de subtop. Subtop. Nou, dan moet je, nou, misschien is het wel leuk om weer eens een stap proberen te maken. He, maar alles hangt af en toe van hoe zit de indeling van je selectie draait of de selectie. Nou, die is goed. Het zijn allemaal gemotiveerde jongens. Dus nou, als je gemotiveerde jongens hebt, dan kun je gewoon veel bereiken. Nou gaan er een aantal spelers bij FC Den Bosch weg. Dat staat in ieder geval vast. Kun je met de beperkte middelen die FC Den Bosch heeft op tijd weer voor een behoorlijke aanvulling zorgen? Ja goed, dat weet je natuurlijk nooit, maar het is ons ieder jaar nog gelukt. Hè? Vorig jaar gingen er veel weg. Ook toen zeiden we dat we een betere selectie zouden hebben dan dit jaar. Dat we dit jaar een betere selectie zouden hebben dan toen. Is ook gebleken. En volgend jaar proberen we het weer te doen. Met veel mensen doen we dat. Hè? De begeleidingsstaf wordt anders, want Theo Telen komt er ook bij in plaats van Vincent de Vrome. Vincent heeft het goed gedaan. Theo heeft het 14 jaar daarvoor gedaan. Dus daar hebben we ook veel vertrouwen in. De medische staf blijft hetzelfde. De accommodatie blijft hetzelfde. Veel spelers blijven, dus het geraamte ziet er alvast goed uit. En daar moeten we nieuwe spelers bij aanvullen. Ja, want daar ligt denk ik de uitdaging ook voor Jan Poortvliet. Hè? Ja. Een goede selectie en die verder uitbouwen. Ja, hij is tevreden op het moment over de selectie. Alleen wij willen altijd beter. Wij zijn ambitieus, dus we zijn daar zoekend in. Maar wie niet? Nou krijg je het volgend seizoen de situatie dat Den Bosch normaal gesproken in de Jupiler League speelt. Maar het zou zomaar kunnen, als het in de na-competitie leuk gaat, dat je in de Eredivisie voetbalt. Ja, luister. Ook dat zou natuurlijk mooi zijn, hè? Want ik ben een keer gepromoveerd waar ik niet mee naar de Eredivisie kon. Dus dan zou je kunnen zeggen, deze had ik nog te goed. Maar kijk, natuurlijk, bedoel, het zou mooi zijn als je in de Eredivisie zou komen. Voor Den Bosch. Ik denk dat de stad is die eraan toe is. Die erover gaat. Dus mocht dat zo zijn, dan is dat ook mooi, toch? Dan is dat goed, maar dan krijg je een ander gevecht. Hè? Ik vind dat je voor alles open moet staan. Voetbal is iets van. Je hebt dat toetje. Nou, het ziet er goed uit. Er zijn altijd kansen. Dus in principe, als je bij de eerste vijf blijft, hoef je een wedstrijd minder te spelen. Of twee wedstrijden minder te spelen. Dus qua vermoeidheid is dat ook weer beter. Dus nou ja, goed. Niks is onoverwinnelijk, dus altijd, die kansen zijn er altijd. Van mij mag het gebeuren, hoor.